Er zit een steentje in mijn schoen, maar ik ben er al gewend aan. Het is daardoor dat ik te voelen en dat ik besta. Ik ben er, want ik zie het in de spiegel van het raam. Ik ben er, want ik spreek de zesde taal. Dat een club is van Fransen. Is dat zo? Er is een club van de Fransen van Gent. En ja, ze organiseren evenementen af en toe. Allee, ik ben op één evenement geweest bij hen. En ja, hierin kan Nederlands spreken. Hè. Hierin daar kan zijn plan trekken in Nederlands. Hè. Het is... Dus, we zijn alleen 100 Fransen die in Gent wonen bij zijn. Of misschien al iets meer. Het is, maar ja, de Fransen in Gent die komen waarschijnlijk regelmatig bijeen om een hapje te gaan eten of weet ik veel. Ik sta sowieso op in mijn lijst. Dus, ja. Zijn er volgens u bepaalde gelijkenissen tussen Belgische Vlamingen en Franse Vlamingen? Ze zagen altijd. Het is de Vlaanderen, maar kijk naar het laatste nieuws, hè, de commentaren onder die de mensen onder zetten, ze zagen altijd. Dus dat is echt iets gemeenschappelijks. Hè, het zagen, het is... Ja, toch. Ja, dat is wel... Maar ik vond dat wel grappig. Het is eigenlijk wel een stuk waarheid. Je zegt niet... hoe zeg je dat in Frans? DPIZ. Dat komt een beetje op wel mee. Ja. Maar ja, de mensen blijven vriendelijk hier in België. Ja. Ze zijn vriendelijk, maar ze zagen wel soms een keer. Dat is waar, hè. Ja, dat is juist. Welke stad zit afkomstig van? Duinkerk. Ja. Malo-Lippen. Van Malo, ja. Ja. En dus je bent naar Duinkerk en naar school geweest? Ik ben naar school geweest, alleen naar het middelbaar. En naar het lycée Notre-Dame-des-Dunes. En dan ben ik verhuisd naar Nancy voor mijn studies. Heb je tijd in Nancy gewoond? Ja, 2,5 jaar. Allee, bijna 3 jaar in totaal. Ja. En dan Nancy 1 jaar in Holland, in Nijmegen. En dan 8 jaar in Parijs. Dus je hebt in Parijs ook gewoond, in Nederland. Daar heb je misschien dat Nederlands wat geleerd. Ik heb lessen in Nederland. Nee, ik heb niet veel Nederlands gesproken sowieso. Hè. Dus, dat was voor te werken. Ik heb een stage gedaan, Hender. En het was vooral in het Engels. En dan in Parijs heb ik lessen genomen. In de Nederlandse Academie of zoiets. Ja, bestaat dat in Parijs? Ja, dat is. Dat noemt misschien niet zo. Alleen het Nederlands Instituut of zo, dus een beetje Nederlands gestudeerd in Parijs. Ja, en waarom eigenlijk heb je beginnen Nederlands studeren? Want dat was vooral, ik heb altijd de goesting gehad om in België te komen wonen. Hè. Ik had goesting voor niet te ver van Duinkerk te wonen. En het was gemakkelijker om aan een job te komen in Brussel of in Vlaanderen in het algemeen. Dan in Rijssel of Duinkerk. Dus vanwege mijn roots. Allee, ik bedoel, dat Vlaams is de moedertaal van mijn vader. Mijn moeder verstaat Vlaams ook. Allee, heel mijn familie spreekt Vlaams. Dus dat was ook niet. Dat maakte deel uit van het landschap. Ja, en uw vader van waar was hij? Steenvoorde. En uw moeder? Yep. En uw vader sprak wel dat Vlaams dialect nog? Het is zijn moertaal. Hij heeft het Frans op school geleerd. Dat is alleen op 5-jarige leeftijd. Ja. In Kassel, denk ik. Ja. Dat was in Kassel. En uw moeder is van welke gemeente? Niep, maar haar ouders zijn afkomstig van Oudezeelen. En sprak uw moeder ook Vlaams? Nee, maar ze verstaat het. Allee, ze kan een beetje Vlaams spreken, maar alleen. Ja. Haar Vlaams is een ramp. Ze spreekt echt met een Frans accent. Ja, maar ze verstaat wel. Ze verstaat het. Ja. Maar dat moest in Steenvoort, op familiefeesten. Dat was de ouderen. Dus ga ik dan heel gemakkelijk over naar het Vlaams. Hè. Is het waar, op familiefeesten in Steenvoort? Steenvoort, Godswelde. Tantes en nonkels. Ja, maar ze leefden in het Vlaams en sowieso in de twee talen. Dus,
Dus ja, ja. Het is alleen de oudere generatie, allee, de generatie van de ouders, die, die klappen meestal Vlaams. En wij, de jongeren, ja, ja. Dat was uitsluitend Frans. Hè. Ja. En van welke periode spreken we dan eigenlijk, die familiefeesten? De jaren 80. België was in de jaren 80? Dus, en ik had ongoest over in Belgisch Vlaanderen te komen wonen. Waarom? Vanwege de roots. En omdat het niet volledig vreemd aanvoelt eigenlijk. Ja. Dat voelt niet echt buitenlands eigenlijk. Voelt je dat zo, Xavier? Dus Belgisch Vlaanderen is eigenlijk een verlengde van Frans Vlaanderen, of omgekeerd? Tenminste de twee Vlaamse provincies aan het west, Brabant, Leuven, ik kan niet zeggen dat het, dat het echt Vlaams, dat het thuis voelde, maar Gent, ja, en West-Vlaanderen, waarom niet? Dat blijft Vlaanderen, dat blijft mijn streek. Ja, dus, ja zelfs voor een Duinkerkenaar. Dat is een stuk van Vlaanderen ook. Ja. En je woont al een tijdje in Gent. Ja. Er woont hier ook veel West-Vlamingen in Gent. Hè? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ze zijn dat is, Gent is de tweede hoofdstad van West-Vlaanderen. Dat is de eerste hoofdstad bijna. Ja. Ze zijn allemaal blijven plakken hier. Hè. Ja. Ja. Inderdaad, zelfs Frans Vlaming blijft meer plakken. Hè. Ja, man. En terecht. Ja, ja. Ja. Maar heb je dat Vlaams in Frankrijk, heb je daar een idee van? Wat denk je daarvan? Wat moeten de jonge mensen studeren in Frankrijk als ze wel naar België komen? Ja, nee, algemeen Nederlands, maar tenminste alleen de Belgische versie. En dan alleen, het is afhankelijk van waar dat ze willen komen werken. Het is alleen in West-Vlaanderen moet je moet toch het dialect kunnen verstaan. En in Gent ook al een beetje, maar iedereen spreekt zijn tussentaal hier in België. Dus zelfs in Antwerpen spreken ze een soort tussentaal, in de Brabant ook. In Limburg zeker en vast, dus allee, het dialect niet verwaarlozen. Als je tenminste een babbelje wil slaan met collega's bijvoorbeeld, dat lijkt me wel. Als je in het algemeen wil inburgeren hier, is het dialect, allee, tenminste het tussentaal, wel belangrijk. Ah ja, toch ja. Maar in uw werksituatie, wat is de voertaal in uw werk? Er zijn er drie. Ik werk in Zaventem, dus voor een Canadees bedrijf. Dus het is te zien met wie dat je op vergadering zit. Niet iedereen is het Frans of het Nederlands machtig. Ja. Dus meestal gaan de vergaderingen in het Engels. Als je andere Nederlandstaligen zit, dan is de voertaal Nederlands. Bij de Franstaligen is het in het Frans, dus elke dag in drie talen. Dus, ja. En dat is gewoon voor Brussel. Hè. Dat is in drie talen te werken. Vroeger, toen je nog in Frans-Vlaanderen woonde, of woonde toen al in België, dat de lessen gevolgd hebt in Wormhout bij Frederik de Vos. Ja, maar ik ben er maar drie keer geweest eigenlijk. Dus, want toen woonde ik in Leuven. En de lessen van plaatsen in Wormhout of Eskelbeek, ik weet het niet meer. Maar dat was sowieso te ver voor mij. Het was elke keer 150 kilometer heen en weer. En ik ben ermee gestopt. Ja. Dat is misschien jammer, want dat was zeker van nuttig geweest. Vooral in Gent, dat ik mijn dialect kon bijschaven. Ja. Toen was het te ver. Ja. En ik weet niet of hij ze altijd heeft. Dus ik heb daar niet naar geïnformeerd. Ja, die lessen zijn lang blijven lopen, maar ik denk dat ze nu afgeschaft zijn. Ja. Maar er zijn nog andere lessen. Hè. Er worden nog Vlaamse lessen gegeven in Vlaams-Vlaanderen, maar dat zijn inderdaad vooral oudere mensen die daar naartoe gaan. Hè. Ja, dat zou een beetje omslachtig zijn om terug naar Bank. Ja, rond al een tijdje naar Gent. Hè. Wat vind je van de stad Gent als Fransman? Oh, dat is de max. Dat is de max, ja. Dat is voor zo'n kleine stad, zo'n cultureel aanbod. Er zijn ik weet niet hoeveel theaters. Je hebt de Gentse feesten, dat is een echt schone stad. De mensen super vriendelijk. Ik bedoel, dat doet niet lang. Als je aan een touw gaat staan, eerder in conversatie met iemand raakt,
Het is veilig, veel veiliger dan steen gelijk. Allee, reizen, je moet geen twee keer nadenken hier dat je s'avonds op stap gaat. Ik vind dat valt in de smaak. Ik heb geen goesting om hier weg te gaan. Of misschien Braga of Kortrijk, want allee, het nadeel van Gent is duur aan het worden. Ja, maar dat is een beetje de place to be. Hè. Ja, het Vlaamse gevoel in Duinkerken, bestaat dat nog? Het is alleen langzaamaan aan het verdwijnen. Alleen mensen van mijn generatie, bij mensen van mijn generatie maakt het Vlaams deel uit van het landschap, zoals ik eerder zei. Hè. Het is, maar nu, alleen bij de jongere generatie, het is meer, ja, dat zijn de grootouders of de grootouders die het Vlaams nog spreken, dat is veel te ver. Dus ze weten allemaal dat ze van Vlaamse afkomst zijn, maar meer niet. En, dus het tweede is dat ze nog altijd zijn, dat ze geen sties zijn. Bij sommigen misschien, maar het is alleen de meesten zeggen dat ze van Vlaamse afkomst zijn, maar Vlaams gevoel. Bij de jonge generatie is dat aan het verdwijnen. Ik zie dat met mijn neven eigenlijk. Ja. Dus ze voelen zich geen Vlaams, Vlaming. Nee, het is gewoon, ja, ze weten dat hun grootvader Vlaams kwapte. En ja. dat ze voor een stuk van Vlaamse afkomst zijn. Maar meer is nog niet. Dus ik pijs niet dat ze ooit zo'n beweren dat ze Vlaams zijn. Sowieso. Ze zijn Frans. En de Vlamingen, dat zijn de Belgiek, punt. Dat zijn de mensen van de Belgiek? Ja. Ah, ja. Maar het is alleen Frans. Gaat u nog regelmatig naar Duinkerken, zeg je? Bah ja. Ja. Ah, ja, het is alleen straks nog, als het nog mag. Als ik de grens nog mag oversteken. Ja, met die corona. En, maar ja, het is alleen heel mijn familie woont daar nog. Op één broer na, maar het is mijn moeder woont daar, mijn twee zussen die woont daar. Dus ik heb nog een broer daar wonen. Dat is misschien niet de mooiste stad ter wereld, maar dat is mijn stad. Ik vind die fantastisch, zoals al uit Duinkerkenaars. Het is misschien een beetje chauvinistisch, maar dat is waar. En vooral Malo. Malo, ja. Maar ja, we hebben het strand, een zeer mooi strand. Het is zelfs mooier dan de Vlaamse kust. Hè. Inderdaad, de Vlaamse kust is verknoeid, hè, ja. Met al die appartementen gewoon. Maar het is... Hey, Malo is nog mooi. Allee, we hebben een mooie tijd eigenlijk. Het is, en de mensen zijn vriendelijk in Malo, ja. Dat is mijn geboortestad gewoon. Hè. En daar ben ik, ja, fier op. Ja. Ik weet niet. Ja. Ook al is dat niet de mooiste stad ter wereld, maar ja, het is mijn stad. Ja. Oké, Xavier, zeer bedankt, ja, om te praten met mij. Geen tot de volgende keer. Een goede reis naar Duinkerk, hè, straks. Ja, dat is ook niet ver, hè. Maar ja, het is toch... hoeveel kilometer is het? 100? 102. Ja, het is toch meer dan 100 kilometer. Ja. Het is toch een uurtje rijden. Ja, ongeveer. Allee, tot de volgende keer en Xavier, bedankt. Voor je stem, West-Vlaanderen, leg je hart op je tong. Leg je hart op je tong. Limburg, leg je hart op je tong. Toe in Antwerpen, leg je hart op je tong. Vlaams-Brabant ook, leg je hart op je tong. En Oost-Vlaanderen, leg je hart op je tong.